even voorzichtig in een handdoek wikkelen en ik leg hem in dit mandje. Toen begon hij op een gegeven moment een beetje... Hij deed wel vreemd, maar goed, het wil niet zeggen dat hij vogelgriep heeft. Maar veel binnengebrachte vogels hebben wel het vogelgriepvirus, zoals deze in het Haringvliet. Ja, en als je dan daar aankomt, dan zijn de beelden vaak vreselijk om te zien. Hè? Dieren draaien om hun assen heen in het water. Ze trillen. Ze hebben geen controle meer over de kop, over de nek niet. Ze zijn gewoon machteloos. En bij vogelzorgcentrum De Houtsnip in Hoek van Holland voelen ze zich ook machteloos nu er veel vogelgriepvirusgevallen binnenkomen. Je hoopt natuurlijk dat iedere patiënt die binnenkomt dat hij het niet heeft. En als hij het wel heeft, dan betekent dat helaas euthanasie. Ja. En daarna moet de dode vogel meteen de vriezer in, ten behoeve van onderzoek. En dat betekent ook dat Saya geen waardig afscheid kan geven aan de vogels. En dat hakt er wel in. Dat vind ik een van de moeilijkste, de meest aangrijpende momenten eigenlijk. Kijk, helpen, dat ze inslapen, oké, dat is al heel moeilijk, ook al... Weet je, er is geen toekomst meer, dat beestje lijdt alleen. Maar daarna vind ik het wel heel belangrijk om daar heel netjes mee om te gaan. Om dat diertje ook heel waardig te behandelen. Vindt u het nog wel leuk, dit werk? Het blijft altijd leuk werk. Het is natuurlijk wel soms zwaar werk, hè, met de ernstige gevallen die je dan hebt. Maar als je weer een dier opgeraapt hebt die wel weer op kan knappen, hè, dus door andere verwondingen of ziektes, dan doet het je weer goed en dan peppert je weer op.